oranje. Als u een beetje de afgelopen dagen in de binnenstad bent geweest, dan zal het u niet ontgaan zijn dat de stad zich opmaakt voor Koningsdag morgen. Heel veel mensen zijn daarmee bezig, duizenden mensen. Er wordt geoefend, kabels worden getrokken. U weet bijna niet wat er allemaal voor nodig is. Maar ik ben ervan overtuigd dat we morgen een hele mooie dag gaan beleven. Dat de stad een mooie dag gaat beleven. Vandaag zitten we dus ook niet op het stadhuis, maar hier ietsje uit de drukte vanwege Koningsdag morgen. Wij hebben als Amersfoort voor dit jaar het thema Wij Amersfoort gekozen voor Koningsdag. En dat Wij Amersfoort is natuurlijk ook een knipoog naar de voorletters van onze koning, Alexander. Maar is nadrukkelijk ook dat gevoel van dat je samen die samenleving maakt. En dat we dat doen, ik mag het eigenlijk niet zeggen, is heel gewoon. Het werd er net ook al gezegd. Maar het is zo gewoon dat het heel bijzonder is wat wij in deze stad doen. Die wij-samenleving die is niet zomaar. Die is niet meer zo vanzelfsprekend als misschien een aantal decennia geleden. En de koning zei het in een van zijn kersttoespraken, 2017, met de volgende woorden. Actieve burgers die het ondanks alle verschillen samen willen bolwerken. Dat is de rode draad die door onze geschiedenis loopt tot op de dag van vandaag. Dat is wat ons sterk maakt. De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. De Nederlandse dat we samenwerken en geven en nemen. En deze norm mogen we nooit laten vervagen. Nooit laten vervagen. Ze is van onschatbare waarde en leidt steeds weer tot fantastische nieuwe initiatieven. Einde citaat van onze koning. 19 stoelen zijn nog leeg voor mij. En aan het eind van deze bijeenkomst zijn ze gevuld. Dat betekent dat op andere plekken vakken dadelijk gaten gaan vallen. Maar maak je geen zorgen. Het wordt allemaal weer verbonden na deze bijeenkomst. Ik weet dat heel veel mensen daar aan de hand gaan zeggen. Ja, maar ik doe het niet alleen. Want ik ben actief in dit en dat en we doen het samen. En toch gaat de schijnwerper op u als individu. Niet te bescheiden zijn, maar trots zijn. Een aantal mensen is onder de meest valse voorwenselen hier in deze ruimte gekomen. Ik zie mensen kijken, ja, dat klopt. Er zijn zelfs mensen die het nu nog niet in de gaten hebben. Daar kom ik later op terug. Wat ik al wel kan zeggen, dat degenen die een onderscheiding gaan krijgen, zijn morgen van harte uitgenodigd bij de route van Koningsdag. De mensen die om u heen zitten, die weten dat. U bent morgen in de unieke positie om, zeg maar, in het vakgedecoreerde plaats te nemen. Samen met de mensen uit de omliggende gemeente die ook een decoratie hebben gekregen vandaag. Laten we beginnen. Ik wilde graag beginnen met mevrouw Wilhelmina Maria Johanna van Dijk van Valkengoed. Waar zit u? Komt u naar voren? Of een speciaal in. Ja, als eerste vond dat toch een beetje onwennig. Ik schuif een beetje mee, want dan kan ik u aankijken. Gaat u rustig zitten. Adem in, adem uit. Dat zeg ik ook tegen mezelf. Dat ga ik te snel praten. Mevrouw Van Dijk van Valkengoed. Al jaren staat u voor iedereen klaar. U heeft 28 jaar voor de Hartstichting gecollecteerd en nam daarbij niet de kleine wijken voor uw rekening, maar altijd de grote wijken. Vanaf 1988 bent u ook met hart en ziel verbonden aan de Zonnebloem. U bent niet alleen actief als vrijwilligster bij Dagjes Uit, maar u helpt ook bij vele andere activiteiten, zoals ritjes met ouderen naar het ziekenhuis of naar de kerk. U regelt dat ze er komen en begeleidt ze. U was voorzitter van de Zonnebloem tussen 2005 en 2008, maar u bent nog steeds actief voor de Zonnebloem in Hoofdlandenveen. Die hebben trouwens dezelfde burgemeester als Amersfoort. U verzorgt elke week de koffieronde, helpt bij de maandelijkse film- en bingoavonden en elke vrijdagmiddag organiseert u met u in huis, zoals dat heet. En u verkoopt ook altijd de meeste loten. En het is pas klaar als alle boekjes leeg zijn. Wat is de gouden tip? Volhouden. Volhouden.
Nog een keer aanbellen. Ja, u bent vasthouder. Bij het Wooncentrum Sint-Josef te Hoogwanderveen bent u sinds 1985 al vrijwilliger. Onder andere als gastvrouw in het restaurant. En daarnaast assisteert u ook bij culturele activiteiten. U bent vrijwilliger voor de parochie in Hoogwanderveen sinds 1990. U zorgt ervoor dat de ramen en vitrages worden gewassen. Houdt de parochie netjes schoon. Nou, de parochie, ik denk meer het gebouw. En maakt tijd om alle klusjes op te pakken waar de anderen niet aan toekomen. En ook het wassen van de gewaden die tijdens de diensten worden gedragen, neemt u voor uw rekening. Dat is delicaat, want het is altijd heel fragiel werk. U moet zich thuis voelen in deze ambiance. Vroeger was dit namelijk een kerkgebouw, of een kapel. Mevrouw van Dijk, u bent iemand die zich uitermate inzet voor anderen, zelfs als dat een beetje ten koste gaat van uzelf. U wringt zichzelf in allerlei bochten om iets te betekenen voor uw medemens. Men mag u altijd aan uw jasje trekken als er hulp nodig is. En het is dan ook een grote eer om u mede te delen dat onze koning heeft besloten om u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Thank you.